Jaarlijks worden wereldwijd 1 miljoen vrouwen getroffen door borstkanker. Een gezonde borst is opgebouwd uit verschillende typen cellen. In de celkern bevindt zich het DNA van de cel. Dagelijks treden in elke cel duizenden beschadigingen op aan het DNA. In het geval van een enkelstrengsbreuk kan deze beschadiging direct worden gerepareerd. Hierbij bindt het zogenaamde PARP-eiwit aan de beschadiging. Het PARP-eiwit trekt andere eiwitten aan die vervolgens de beschadiging repareren. Als het DNA beschadigd raakt en zich verdubbelt voordat de beschadiging gerepareerd kan worden, kan een dubbelstrengsbreuk ontstaan. Zo'n dubbelstrengsbreuk kan in een gezonde cel worden gerepareerd met behulp van homologe recombinatie. Hiertoe bindt het zogenaamde BRCA1-eiwit aan de vrije uiteinden van de breuk en start met het losmaken van de DNA-strengen. De onbeschadigde DNA-streng wordt nu gebruikt om de breuk te herstellen. Ten slotte worden de twee strengen gescheiden en beide DNA-strengen zijn weer vrij van fouten. Bij patiënten met erfelijke borstkanker faalt het BRCA1-mechanisme. In het geval van een dubbelstrengsbreuk wordt het DNA bij deze patiënten niet gerepareerd. Als gevolg van deze schade kunnen deze cellen doodgaan, maar kunnen ze ook veranderen in een kankercel. Uit deze kankercel groeit een tumor, waarbij alle tumorcellen hetzelfde gendefect hebben. Bij de patiëntspecifieke behandeling wordt een PARP-remmer gebruikt. Wanneer deze via de bloedbaan aankomt bij de tumor, worden de PARP-eiwitten geïnactiveerd. Als in het DNA van de tumorcel een enkelstrengsbreuk optreedt, werkt het reparatiemechanisme niet meer. Omdat de beschadiging niet gerepareerd kan worden, kan deze overgaan in een dubbelstrengsbreuk. Vanwege het erfelijke gendefect in de tumorcellen is het BRCA1-eiwit echter niet in staat om deze beschadiging te repareren, waardoor de tumorcellen uiteindelijk doodgaan. Ook in de gezonde cellen is het reparatiemechanisme voor enkelstrengsbreuken geblokkeerd door het medicijn. In de gezonde cellen is echter nog wel het BRCA1-eiwit actief, waardoor dubbelstrengsbreuken gerepareerd kunnen worden en de cellen overleven. Als de PARP-remmer na de behandeling is verdwenen, kunnen ook de enkelstrengsbreuken weer gerepareerd worden. Alle tumorcellen zijn dan al gedood. DD Respons, naar een nieuwe behandeling voor borstkanker.